extra op een draaikrans. Dus alles, pompen, pers, transportband, alles wordt gedraaid. Deze machine kan een 40, 35 tot 40 kub per uur aan. Rundveemest, varkensmest wil ook, kalvermest wil, kalverier. Maar de hoofdzaak is, omdat onze opzet is, bokstrooisje te maken. Zo hebben wij bepaald van jongens, we gaan er een eigen aan de kaart op zetten. Stroom, zelf stroom voorzien en geen probleem krijgen van stroom. Dit is een 60 kVA aggregaat. Dit is de pers. Dit is de hoofdmotor van de machine. Dit is de schroefpers. En die door zijn vijzelwerking gaat hij gewoon de vocht eruit drukken. Er zit een automatisch verstelbare klappen op. Dus hij zegt aan de computer van hoe droog moet ik het product maken. Bokstrooisel moet je een beetje rekenen van 32 tot 35% nagelang de mest is. Dit is de bedieningskast. Ik zet de machine bij de boer neer. De boer die is er even bij en ik leg even uit wat hij moet doen. In principe hoeft de boer niks te doen, want het is één druk op de knop en alles begint te draaien. Daar zit een frequentieregelaar op, dat hij nooit te vol kan komen. Ik zal altijd zeggen bij een bepaald niveau gaat de aanvoerpomp wat langzamer draaien. Het is wat makkelijker mest om weer te bewerken dat het gewoon door die machine geweest is. Dus een dikke product wat anders nog wel eens een probleem is om door te krijgen. Ja. Dat heb je nou niet meer. Er zit een fractie, onder andere als stoorsel in de stal. Het tweede is met deze machine, je kunt hem ook handig zetten in principe en dan ga je putruimte maken. Tussen de fruitbomen is dit product heel erg geschikt.